hebben we banaan. Verder heb ik nog nodig pindakaas en zout. Daarvan ga ik een gerecht maken, dat heet bana fonfon. Dat houdt in dat ik de banaan ga koken en daarna ga prakken. In het binnenland is het gebruikelijk dat de banaan gekookt wordt en dan gestampt wordt, maar ik heb geen stamper in vijzel, dus we gaan hem koken en dan gaan we hem prakken. Deel hem door het midden en dan door vieren. Men zegt dat hij op deze manier beter gaar wordt. Ik ben geboren in het dorpje Klaaskreek, dat is in het district Brokopondo. En op een gegeven moment, toen ik 8 jaar oud was, zijn mijn ouders verhuisd met ons samen naar Paramaribo. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En ik moet zeggen, het stukje marron heeft in onze opvoeding nooit een rol gespeeld. De naam marrons is afgeleid van een Frans woord, wat zoveel betekent als weggelopen vee. Honderden jaren geleden hadden we in Suriname slavernij. De mensen werden uit Afrika gehaald, kwamen naar Suriname toe, werden op de plantages gedeponeerd. En niet alle slaven waren eens met het regime. En enkele daarvan hebben gevochten voor hun vrijheid. Die zijn de binnenlanden van Suriname ingegaan. En dat zijn, daar zijn wij dus nakomelingen van, de marrons. Ruim water, hè, dat hij net, dat de laatste banaan ook net in het water zit. Deksel erop. En dan gaat hij koken. Ongeveer een kwartier, dan is het klaar. Ik ben een marron. En je bent er een deel van de hele gemeenschap, van de marron-gemeenschap. Binnen de marron-cultuur is de sociale samenlevingsvorm is heel belangrijk. Je bent er voor elkaar. Kom. Ja, ja. Hoe jij wekkie nou? Hoe vaar je wekkie? Mijn wekkie, hoe vaar je nou? Ik wakkie nou. Ja, ja. In mijn jeugd kan ik me niet herinneren dat ik in Paramaribo ooit een lendedoek, een pangje heb omgehad. Dat mocht bij ons sowieso niet thuis. Mijn vader en mijn moeder die spraken wel in het Saramakaans, maar we begrepen het niet. Toen ik 22 was, kwam ik naar Nederland toe. En toen ging ik pas beseffen dat ik meer was dan, om het even zo te zeggen, cru te zeggen, dan een normale stadskriool. Dat ik een extra bagage had. En toen ging ik zoeken naar mijn roots. Het mag niet aanbranden, wel drogen. Nu heb ik het gekookt en dan ga ik het even hierin overschenken om het te kunnen prakken. Zo bedoelde ik. Mijn oma woonde toen hier en een jongere broer van mijn moeder. Dus achter die ben ik aangegaan. En samen met hun ging ik naar allerlei activiteiten. Een kroetu, een didoso. Een kroetu is dus een, cru gezegd, een vergadering. Een didoso is dus rouwvisite als iemand is overleden. Als er een kindje geboren werd, de initiaties. En dat heb ik allemaat heb ik meegelopen met oma en oom. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik de taal ook machtig ben geworden. En dan komt nu de pinda erbij. De marrons, nadat ze gekozen hebben voor hun vrijheid, dus in de binnenlanden zijn gewonnen, de Afrikaanse cultuur behouden. Terwijl de stadse mensen zeg maar, zich meer hebben aangepast aan het stadse leven. Omdat ze in het binnenland woonden, heel veel aardproducten, dus aardappelachtige dingen zoals de yamisi, zoete patat, sneestaya, banaan, cassave, vlees en vis van jacht en visvangst. En olie en dat soort producten werden gemaakt van palmsoorten die ze tegenkwamen in het binnenland. Bijvoorbeeld de kokospalm, nou, daar maakte men kokosolie van. Dit is een pit van een palmsoort, de awara.
En de Awara heeft weer een andere familie, dat is de Amana. En de Amana is een iets grotere versie. En daar werd ook olie uitgemaakt, uit de pit. Dus dit werd kapot geslagen, komt er een pit uit. Dat werd dan klein of fijn gestampt. En dat wordt dus uitgekookt, zodat er olie overblijft. We gaan er nu een beetje Amana Fatu bij doen. Fatu is olie. Zoet. Zoet. Als lekker, als exotisch. Die bananen smaak. Asuti. Lekker, vooral als je die geur zo ruikt. Ja. Nostalgie. Tenminste, het roept bij mij. Ja. Vooral die olie. Die Amana olie. Dat heb ik al jaren niet gegeten. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar natuurlijk die pinda en die banaan, die je proeft erin, dat wekt daar heel veel op. En dan die olie erbij, zalig is dat. Ja. Ik wil het best nog een keertje proeven. Zeker. Bij de marrons, als je kookt, kook je niet alleen. Het zijn altijd meerdere vrouwen die samen koken. Ja. En de ene kookt, de andere proeft, de andere zet dit erbij. Zo gaat het. Ja. Het koken is belangrijk, maar het opdienen ervan zeker. Ja. Moet het veel zijn? Of moet het... Goed zo. Zo. Oké. Ik kan zo goed passen. Nee.